Welkom bij RPA Actueel. De Raad heeft ja gezegd tegen de plannen om extra geld vrij te maken voor de eigen organisatie. Daar ga ik het over hebben met wethouder Mariette Pennarts. Welkom. Dankjewel. Waar gaat dit geld eigenlijk naartoe? Nou, dat gaat naar de organisatie. Hè. We hebben gewoon gemerkt de afgelopen jaren, er komen steeds meer vragen op de gemeente af. Taken die we krijgen van het Rijk, maar ook gewoon taken die op ons afkomen. En daar moet je als organisatie ook wel een beetje op toegerust zijn. En we merkten dat het de afgelopen jaren iets te hard was gegaan met de taken en de vragen uit de samenleving. En dat de organisatie niet helemaal meer eigenlijk daarop toegerust was. Dus ik heb de Raad gevraagd om daar geld voor beschikbaar te stellen. Dat hebben ze natuurlijk niet zomaar gedaan. Hè? Ze hebben echt goed willen weten waar het geld naartoe gaat. Weet je? Hoe we daar dan vervolgens mee omgaan. Wat er dan ook verbeterd wordt. Dus we hebben er met elkaar de afgelopen periode echt wel veel over gesproken. Maar ik ben wel blij dat de Raad heeft gezegd, nou, we hebben er vertrouwen in, hier heb je het geld en zorg maar dat het goed komt. Ja, en dan naar welke plekken gaat het dan? Ja, dat is heel breed. Het gaat naar vergunningverlening bijvoorbeeld. Het gaat ook naar in het sociaal domein een aantal taken. Het zit hem bij de handhavingen, maar ook in personeelszaken moest er geïnvesteerd worden. Ja. Eigenlijk over de volle breedte van de gemeentelijke organisatie. Oh, ja. En dan heb ik het niet over de vacatures, hè, want die hebben we natuurlijk ook. Hè, want iedereen weet, het is ingewikkeld om al die vacatures gevuld te krijgen. Dat is overal zo, maar zeker bij gemeentes. Ja. Maar in ons geval waren er ook gewoon een aantal plekken waren er onvoldoende. En die hebben eigenlijk, daar is extra geld voor gekomen. Oké. Okay. En hoeveel extra geld is dat ten opzichte van wat het al was? Is dat dan een percentage misschien? Nou weet je, ongeveer. Hè, er is 1 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dat heeft de Raad gedaan in 2 stappen. Hè. Dus in totaal hebben ze 2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de organisatie. Nou, er kunnen zeker ruim 20 mensen van worden aangenomen. Oh, ja. En dat gaat dan, hè, wat ik net zei, over de hele breedte van de organisatie. Ja, dus ook gewoon teamleiders. Hè, zodat mensen die bij de gemeente werken ook wel iemand hebben om even mee te kunnen overleggen over hun werk. Hè, dat mensen beoordelingsgesprekken hebben. Zodat je je organisatie ook gewoon goed kan laten lopen. Mm-hmm. Daar heeft het ook mee te maken. Oké, gaan de inwoners daar dan ook iets van merken? Ja, dat is zeker de bedoeling. Kijk, de hele gemeentelijke organisatie is er voor de inwoners. Hè? Dus het is zeker de bedoeling dat als de organisatie goed loopt, dat de inwoners daar ook van profiteren in de zin van goede dienstverlening. Ja. En daar gaan we ook nog wel wat extra's op doen. Hè? Want de gemeenteraad heeft gezegd, we vinden het gewoon belangrijk dat inwoners bij de gemeente makkelijk terecht kunnen met hun vragen. Dat ze zich goed gehoord voelen en goed bediend voelen. Dus de hele dienstverlening van de gemeente is ook iets om goed naar te kijken. Ja. En daar gaan we de komende periode mee aan de slag. En we noemen dat wel een visie op dienstverlening. Hè? Dat klinkt wat algemeen. Maar er zijn zoveel plekken waar de gemeente natuurlijk met de burger in contact treedt. Dat is als je een vergunning aanvraagt, of je een paspoort uitgereikt krijgt. Ja. Als je een bouwplan getoetst wil hebben. Maar ook mensen met zorgvragen. Dus op allerlei punten hebben inwoners contact met de gemeente. En het is gewoon goed om met elkaar af te spreken. Van, nou, hoe willen we die dienstverlening dan doen? Ja. Hoe snel moet het zijn bijvoorbeeld? Hoe ver gaan we ook in vragen mee? Zodat mensen, ook ambtenaren, goed weten wat er van ze verlangd wordt. En uiteindelijk de inwoners ervan van profiteren. Ja, want recent waren we natuurlijk bij u om even te praten over de Schulenburg. Ja. En wordt er misschien ook iemand daarvoor vrijgemaakt om dat bijvoorbeeld op te pakken? Of kunt u dat nu nog niet zeggen? Nou, ook daar zijn extra mensen aangetrokken. Hè, voor een beetje bij de ruimtelijke plannen en de toetsing van aanvragen. Hè, ook daar. Maar daar spelen wel meer dingen een rol, hoor. Daar moeten we natuurlijk de organisatie gewoon gesteld hebben. Hè, de vacature vervuld en daar waar te weinig capaciteit is, moeten we dat invullen. Maar we merken in Woerden ook gewoon dat er heel veel plannen en aanvragen zijn. En juist op die expertise, op die kennis van plantoetsing, budgettering en financiële kant van de zaken, is het heel erg moeilijk om personeel te krijgen. Okay. Dus er zit Woerden niet uniek in. Mm-hmm. Maar Woerden is wel een ambitieuze gemeente. De gemeente zelf, maar ook zijn veel plannen van inwoners. Dus daar loopt het inderdaad momenteel nog vast. Ja, oké. Okay. Dat zouden we liever anders zien. Nou. Maar dat is nog wel een beetje hoe het is. Oké, nou, we blijven het in de gaten houden. Nou, bedankt weer voor het gesprek. En tot zover de aflevering van RPA Actueel. Meer nieuws is te vinden op rpawoerden.nl of op ons YouTube-kanaal. Tot ziens!